In de Reditex Art Gallery vond gisteravond de presentatie plaats van het kunstenaarsboek Stewart Robles de Medina. Pengel, geschreven door kunstenaar en schrijver Xavier Robles de Medina. Het drukwerk dat de creatie van het bronzen standbeeld van Johan Adolf Pengel documenteert, is met enthousiasme ontvangen door het publiek. Xavier haalde aan dat het boek eigenlijk al 50 jaar in ontwikkeling is geweest sinds de onthulling van het standbeeld van Johan Adolf Pengel op het Onafhankelijkheidsplein in 1974. Er zijn foto's gemaakt door familieleden en na de onthulling heeft mijn opa Stewart Robles de Medina de foto's laten ontwikkelen en ze in een album gesorteerd. Ongeveer 200 foto's met details van het proces, van het boetseren in klei, het bedekken met gips en uiteindelijk het gieten in brons. Het bijzondere is dat tussen de regels door de regering van ons land zich voorbereidde op de onafhankelijkheid. Iedereen kent het beeld van Pengel zoals het op het Onafhankelijkheidsplein staat, maar weinig mensen weten hoe complex het proces en het maken ervan was en dat mijn grootvader er een hele gieterij voor heeft moeten maken. Weinig mensen weten dat dit het eerste en tevens laatste bronzen beeld is dat volledig in Suriname is gemaakt. Robles de Medina belichtte niet alleen het standbeeld, maar ook de bredere politieke context rondom de periode voor Surinames onafhankelijkheid. De presentatie loopt simultaan met de groepstentoonstelling Non-fictie, die tot 27 juli te zien is in Reditex Art Gallery.